Nou, dit is Meijendel en tegenwoordig, of dit gaat de Hollandse Duinen heten. En dit is het mooiste natuurgebied van Nederland. Dat weten veel mensen nog niet. Maar dat kan bijvoorbeeld komen door die kleine ontdekkingjes. Hier zien we de kardinaalsmuts. Als je heel goed kijkt, dan is het inderdaad een muts van een kardinaal. Als je hem openmaakt, komen er nog meer fantastische kleuren tevoorschijn. Oranje besjes. Het mooiste natuurgebied van Nederland, hier langs de kust, bij Den Haag, Katwijk, Noordwijk, tot en met Hoek van Holland. Het is een beetje raar, een wedstrijd in de natuur over wie is het mooiste of wie heeft de langste. Nou, wij hier, in het westen, in onze eigen kuststreek. Want daar kan je fantastisch op adem komen. De longen van de Randstad zijn dit eigenlijk. Hè? Het is, ik geloof dat er binnen fietsafstand 1,5 miljoen mensen wonen van dit nationaal park. En dat is natuurlijk ontiegelijk veel. Ja. En dan denk je, nou, dan zal je hier dus over de mensen struikelen. En, maar dat is eigenlijk niet zo. Je kan hier op een zondagmiddag met prachtig weer... zijn hier plekken, vele plekken in de duin waar je helemaal het gevoel kan hebben dat je helemaal alleen bent. Met deze afwisseling van natte duinen, infiltratieplassen, struweel waar je denkt van hier kan je niet eens doorheen lopen. Dit is, we hoeven hier geen hek te zetten, je mag er niet in. Hier zegt de natuur gewoon, dit is van ons. En wat afwisseling betreft is hier veel. Er is woestijn, er zijn Poolse paarden. Er is hier een, ja, niet eens schuwe vos en er zijn 3-teen strandlopers. Het is voor de kustvogels, die zitten daar, de kleine zangertjes, die zie je daar bijna niet, want die waaien weg. Maar die gaan lekker de luwte van de duin opzoeken. En zo trekken ze gewoon naar het zuiden op dit moment. En dat is ja, goed eten, goede slaapplek. Het zijn net toeristen eigenlijk, hè? En al die 1,3 miljoen mensen die in en om het Hollandse Duingebied wonen, zijn in werkelijkheid vaak zeldzame dwaalgasten in het groen. En daarom moet de kuststreek, de kustnatuur, misschien wel een nationaal park worden. En moeten zij volgens boswachter Erik gaan stemmen op die Hollandse Duinen. Als mooiste natuurgebied van Nederland. En welk nationaal park heeft nou 1,3 miljoen inwoners? Dus we hebben al gewonnen. Stem op ons.